werk is gedaan, voor Lelystad ook. Brussel is akkoord voor de overloop vanuit Schiphol. De routes zijn hoger gelegd. Het is nu het afmaken van wat de coalitie zelf is begonnen. En dat geeft perspectief voor Schiphol. En dat is weer heel nodig voor Nederland en de internationale verbindingen van Nederland. Maar er is in de Tweede Kamer een groot blok, letterlijk de oppositie, tegen de uitbreiding, tegen de opening van Lelystad Airport. Er is steeds meer oppositie in de maatschappij tegen vliegen. Dat zijn wel signalen waar we rekening mee zou moeten houden. Ja, absoluut. Maar het regeerakkoord is natuurlijk ook niet van de oppositie. Dat is van de coalitie. We zijn heel duidelijk bezig met alle belangrijke vragen. Zowel als het om de omgeving als het om de duurzaamheid gaat. Maar er moet ook wel perspectief zijn voor die zo belangrijke luchtvaart in Nederland. Die ook zoveel oplevert in evenwicht, in balans. Dat moet kunnen. Een knoop doorhakken. Verwacht u dat nog dit jaar en wanneer? Ja, ik hoop dat dat echt de komende weken gaat gebeuren en dan kunnen we aan de slag. Dan zou Lelystad Airport nog de zomer open kunnen of denkt u dat dat dan eerder het najaar wordt? Nou, eerst besluiten en dan gaan wij aan de slag.